Ik ben bij het verzet gekomen. In die tijd was het verzet al heel goed georganiseerd. En werd je verteld om de kleine gevaarlijke dingen eerst te doen, om te bewijzen dat je inderdaad verzet wil plegen. En toen hebben ze mij gevraagd om bijvoorbeeld in het lokale sportfondsenbad, om daar de uniformen van die Duitse soldaten weg te halen. Nou, dat vond ik gewoon een grappig dingetje om te doen. Alhoewel het natuurlijk heel gevaarlijk was. Want ze hadden die Duitse uniformen nodig om bepaalde veel gevaarlijker dingen uit te voeren. Dus dat heb ik gedaan. En die moffen die stonden daar naakt te dansen, waar is mijn uniform? Want die zwommen naakt en er mocht verder geen mens inkomen. Maar die uniformen die werden dus afgeleverd. En dan gingen zij het bad in en dan kwamen ze eruit en dan wilden ze die uniformen hebben. En die had u weggehaald? Ja, maar ja, je kan er maar twee tegelijk dragen, dus het was niet zoveel. Een van mijn werkjes was ook om illegale papieren aan bepaalde agenten te geven, die ze dan weer verdeelden. En ook in die dagen was je familienaam niet bekend. Je werd genoemd de Jan of weet ik hoe dan ook. Maar dat was ook een veiligheidsreden waarom ze dat deden. En een van die dagen was dus, zeg, kun jij even die papieren in Velzen afgeven? Want die man die zit er om te springen. Ik zei, ja, geef maar mee. Dus ik ben naar Velzen gegaan op de fiets. En daar op die boot, nou, daar stonden moffen die stonden te controleren wat je bij je had. Nou ja, ik zag het dus uit als een jonge vent. En die konden ze altijd wel gebruiken. En nou ja, ik werd helemaal nagekeken. En ja, ik had een pak met illegale papieren bij me, die ik zelf niet eens gezien had. Ik moest gewoon dat pak afgeven. Maar ja, goed, dan word je gevraagd, waar gaat het naartoe? Ik zei, dat weet ik niet. Dat zei ik altijd, maar ik weet het niet. Er stond iemand op de kade en die nam het aan en ik ging weer terug. Ja. Dat was de bedoeling. Maar goed, toen hebben ze me gepakt en toen ben ik in het politiebureau van Velzen terechtgekomen. En van daaruit naar Amsterdam, de Terpenstraat. En daar zat die Oftefunte, die zat daar te grinniken. En die heeft mij toen heel zwaar overhoord. En die zei meteen in het Duits, dat ik heel goed verstond hoor. Zei, we zullen er wel uitkrijgen wat we hebben willen. Maar ja, ik bleef maar zeggen, nicht verstehen, nicht verstehen. Nou ja, toen dat nicht verstehen was ik 5 kiezen kwijt. Want toen is hij me al... Maar ik heb verder ook niets gezegd. Maar wij wisten van tevoren dat die dingen zouden gebeuren als we je zouden pakken. Maar dat denk je dan niet aan en je denkt het zal mij niet gebeuren. Dus, en dan werden we na een dag of zo later werden we naar de Weteringschans gestuurd. Nee, in Amsterdam? In Amsterdam. Wat daarna in Duitsland gebeurde, was zo erg dat het heeft wat daar in Amersfoort gebeurde helemaal overschaduwd. Nou, en wij werkten in een ploeg om startbanen te repareren die gebombardeerd werden. En dan moesten we Duitse liedjes zingen. En dan werd er het Wilhelmus gezongen toen we er naartoe gingen. En de meeste moffen die kenden dat hele lied niet. En die dachten dat we een of ander Duits lied aan het zingen waren. Dat was weer de leuke kant ervan, hè? Misschien één ding, omdat ik van die Cotella ook op mijn laatste gekregen heb. Die vond dat ik niet snel genoeg reageerde op wat hij de mensen vroeg om te doen. Ik deed alles expres heel langzaam. Wat gebeurde er precies? U stond in een appel? Ja, in een appel. En toen moesten we de jasjes uittrekken. En ik trok mijn jasje helemaal niet uit. Ik zeg, waarom moet ik mijn jasje uittrekken? En ik weet niet eens of het een uniformjasje was of niet. Dat kan ik me niet meer herinneren. En nou ja, toen kwam hij naar me toe en toen zegt hij, ik ben hier de baas. Ik zeg, ja, zo, en, wat? Jasje uit. Ik zeg, ja. Maar ja, dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik heb gewoon, dat was mijn natuur in die tijd, misschien nog wel. Maar ik heb gewoon niet vlug genoeg gedaan wat hij wilde. Nou ja, toen heeft hij me een aframmeling gegeven. Maar hij kon bijna niet bij mijn hoofd komen, want het was een heel klein mannetje, hè?
Toen zijn we dus van Amersfoort zijn wij doorgevoerd naar Neuengamme. Dat is 's nachts gebeurd. En we moesten dus lopen naar het station. Er waren diverse mensen en route die ons wat meegaven. Er waren er ook een paar bij die ontvluchten. Of die gevonden hebben of niet, weet ik niet. Het was heel gevaarlijk, want het was een gewapende tocht. En toen we aan het station kwamen, toen werden we niet in goederenwagens, in hele oude personenwagens geduwd. Dat viel mij enorm mee. Ik dacht dat dat anders zou zijn. We hebben dus in goederenwagens ons naar Duitsland gestuurd. Maar er is ook iets gebeurd op die weg. Want een van die mensen in ons hoe heet dat nou? Coupé. Een van die mensen in ons coupé, die heeft het raampje naar beneden gegooid en is uit het raampje in de IJssel gesprongen. Nou, dat was een verschrikkelijke hoge ruimte hoor. En toen is er nog eentje uitgesprongen en die hebben ze gedood. Die andere is, zover als ik weet, eruit gekomen. Maar het bleef een gevaarlijke geschiedenis, want je had altijd de informatie van je familie in je zak zitten. En die heb je af moeten geven en die kreeg een nummer. En mijn nummer was 5417 in Amersfoort. En ze wisten toen waar je vandaan kwam. En dan zeiden ze ook, als u wegvlucht, dan krijgen uw ouders en uw broers en uw zus, die krijgen daar voor te betalen. Dus ze begrepen wel dat je dat niet zou doen. Want je kon moeilijk je ouders daarvoor in aanmerking nemen. Hm. Huh? Dus u heeft niet overwogen om te springen? Ik? Nee. Nee, ik vond die hoogte te hoog. En het gevaar om door die geweren gedood te worden, was ook veel te hoog. Want iedereen die, ieder van die mof, die had een geweer. Dus die schoot die op je af. Nou ja, een van die twee is inderdaad gedood. Maar die ander die zal wel onder water weggezwommen zijn.